goede uitgangspositie, 2-1 of niet? Ah, ik denk dat wij het zondag gewoon thuis af kunnen maken. We hebben een uitgoal gemaakt gelukkig, dus daar ben ik hartstikke blij mee. Maar ik vind 2-1 wel een beetje onnodig, want ik denk als je 0-2 maakt dat het allemaal ietsje makkelijker gaat. En ja, dan kom je op 1-1, 2-1 achter en dan gaan de mensen die hier achter staan, dus dat is wel lastig. Maar 2-1 is op zich wel een redelijke uitgangspositie, denk ik. Is het terecht dat Willem II heeft gewonnen? Nou, vind ik niet. Ik vind een gelijkspel denk ik het meest terecht. Laatste eerste half uur van de tweede helft vond ik hem beter. Want daarna krijgen wij nog kansen. Laatste kwartier. Henkie Dijk misschien nog op de lat. Mario Bulata kreeg nog een kans. En ja, als je dan nog een goaltje maakt, was dat mooi geweest eigenlijk. Aan de andere kant, jullie krijgen in de competitie de minste doelpunten tegen. Maar als je ziet hoe makkelijk die twee tegengoals vandaag vallen, dat mag niet gebeuren. Nee, dat waren echt klote goals. Die eerste waren uit hun corner. En ja, die tweede staat Donnie de Groot helemaal vrij. Die kan zo inkoppen. Dus ja, dat waren wel wat foutjes eigenlijk. Hoe kan dat dat nu in de play-offs ineens gebeurt op het moment dat je er moet staan? Nou, ik heb geen idee. Ik denk dat het een momentopname is van vandaag. Ja, dat is voetbal soms. Wij op de tribune vonden de sfeer nogal opgefokt op het veld. Ja, je begint te lachen. Jezelf ook? Ja, dat vond ik ook. Maar dat heeft ook met allemaal factoren te maken. Het veld was natuurlijk hartstikke slecht. Ik bedoel, we hadden er allemaal hartstikke veel zin in. Maar dikke plansbui en dan krijg je toch heel veel strijd, bikkelen, duels. En dan wordt het wel een beetje opgefokt soms. Maar dat is ook voetbal. Dat hoort erbij. Mensen die erachter gaan staan. Maar is voetbal, hè? Ik had het idee veel onderlinge vetes. Misschien een beetje praten met elkaar, een beetje elkaar misschien wel uitschelden of viel dat mee? Nee, dat klopt, daar heb je helemaal gelijk in. Maar het zijn ook finales. Ik bedoel, dat hoort erbij, zoals ik al zei. En zondag zal het niet anders zijn, denk ik. Ja, jullie kennen elkaar allemaal goed. Jij met Mark Hutje, geloof ik, goede maatjes. Ja. Mark Hutje, Robbie Hamerhout, ja. Met jongens heb ik allemaal gespeeld. Streppel, mijn oude trainer. Dus ja, die ken ik allemaal. En iedereen die wil winnen. Ja, en dan gebeuren zulke dingen, dat hoort erbij. Als wij vanaf de kant kijken, vinden wij die Streppel maar een rare schreeuwer. Is dat nou ook zo? Iemand die de boel bewust opnaait of niet? Nee, ik vind Streppel echt een hele goede trainer. Ja, absoluut. Dus dat hoort er ook bij. Ik bedoel, een beetje strijd, een beetje mensen gek maken. Ik bedoel, dat hoort er gewoon bij. Is Sparta daar bestand tegen vandaag? Niet altijd, had ik het idee. Nee, we gingen er wel iets te veel in mee, vond ik. We zeiden ook in de rust, we moeten meer gaan voetballen, meer vanuit onze eigen kracht gaan spelen. Daar zijn we goed in en niet te veel laten opfokken door hem. Maar dat hebben we toch een beetje gedaan, vind ik. Ja. Wat gebeurde er in de rust? Nee, we bleven rustig met z'n allen. Ik bedoel, net voor rust, wat gebeurde er vlak voor rust? Een akkefietje, ja, nogmaals, dat hoort er ook bij. Mensen die tegen elkaar gaan schreeuwen en dan iedereen erbij. En, dat is gewoon voetbal, joh. Hij hoort er niet bij. Een verzorger hoort toch niet weggestuurd te worden, die hoort zich afzijdig te houden. Is die weggestuurd dan? Ja. Oh, dat had ik niet meegekregen. Dat heb ik helemaal niet meegekregen, nee. Nee, dat weet ik niet. Daar ga ik verder ook geen uitspraak over doen eigenlijk. Nee, dat is beter van niet. Nee. Ik heb verder ook niet gezien. Dus, Ten slotte, waarop is het vertrouwen gebaseerd dat jullie zondag die pot eruit gaan halen? Dat wij gewoon de betere ploeg zijn, de beter voetballende ploeg en de betere spelers hebben. Wij horen gewoon thuis in de Eredivisie, denk ik. Dat hebben we eigenlijk alleen vandaag het laatste kwartier echt goed gezien. Ja, en ik vond dat we wel heel goed begonnen trouwens de eerste helft. Hè. Ik denk als je dan na die 0-1 ook 0-2 maakt, dan is het gewoon klaar. Maar dat doe je niet en dan help je hun weer in de wedstrijd.